De gemeente Den Haag heeft het kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag gevraagd om te onderzoeken hoe seniorvriendelijk Den Haag is. En de uitkomsten van dat unieke onderzoek, mag ik wel zeggen, die worden vandaag gepresenteerd. Ja, want als je ouder wordt, dan is het natuurlijk belangrijk dat je zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven houdt. Nou, in de eerste plaats heb je het natuurlijk over je gezondheid. Maar ook andere thema's komen daarbij kijken, zoals wonen, financiën, de omgeving waarin je beweegt, de communicatie met maatschappelijke instanties, sociale voorzieningen en al die thema's bij elkaar. Hoe die in een stad geregeld zijn en hoe ze ervaren worden, die bepalen met elkaar uiteindelijk hoe seniorvriendelijk een gemeente is. En sinds Den Haag een age-friendly city is, is er al veel aandacht voor dit onderwerp. Maar dit jaar is het voor het eerst uitgewerkt tot een wetenschappelijk onderzoek. En dat is uniek in de wereld. En vanaf nu wordt ook elk jaar gemonitord hoe senioren hun stad Den Haag ervaren. Aan het onderzoek hebben meer dan 400 mensen deelgenomen. En laten we even kijken wat ze daarover te zeggen hadden. Toen na mijn pensionering kreeg ik het verzoek of ik deze enquêtes zou willen invullen. En die komen op het internet. Daar krijg ik een e-mail toegezonden. En meestal sturen ze na dat je 4 van die enquêtes hebt ingevuld in de loop van het jaar. Krijg je aan het eind van het jaar een overzicht van wat er allemaal geweest is. Hoe erop gereageerd is. En wat de meeste mensen ervan vonden. Ja, ik heb meegedaan met het atelier van de Biep in Leidseveen. Voor Leidseveen-Ypenburg. En daar waren we met een man of 3, 4. En we hebben daar een aantal onderwerpen aan de hand van een presentatie. We hebben een aantal onderwerpen besproken. En 1, 2 daarvan waren sociale voorzieningen en materiële voorzieningen. Ik heb meegedaan in de bibliotheek Laak. Daar heb ik een aantal onderwerpen naar voren gebracht. 2 daarvan, dat zijn de bosbussen die hier veelal weg zijn gehaald. En pinapparaten. En dat is vooral een groot probleem voor mensen die moeilijk te been zijn. En dan heb ik het vooral over de oudere mensen. Verleden jaar ben ik gevraagd voor een gespreksgroep met allemaal mensen die meedoen aan deze enquête. En dat was heel aardig. Dat had ik, dacht ik, nog niet eerder meegemaakt. Maar het was leuk en we waren met z'n 8. Ja, ik vond het heel zinnig omdat ik mijn verhaal kon doen. Nou ja, en als je je verhaal kunt doen, dan heb je in ieder geval de kans dat er iets kan gebeuren. Of dat de gemeente iets uitvoert. Maar als je het niet doet, ja, dan heb je ook geen kansen. En het was trouwens heel gezellig. Wat ik tijdens de bijeenkomst gemerkt heb, dat ook anderen tegen dezelfde problemen aanlopen of aanliepen. En ja, dat vond ik toch wel goed om dat te vernemen. Leuk om een aantal senioren te horen hoe ze het onderzoek hebben gedaan en hoe ze het ervaren hebben. Bij mij aan tafel Joost van Hoof. Joost, goedemorgen, welkom. Wat doet een lector urban aging precies? Nou, deels lesgeven, deels onderzoek. Ja. En dan met name naar hoe ouderen wonen en de grote stad ervaren. En dan met name nadruk op de grote stad. De grote stad, ja. Want daar is dan een verschil tussen de grote stad en kleinere gemeente of platteland? Ja, er zijn ook mensen zich bezighouden met plattelandsvraagstukken en de vergrijzingsproblematiek daar. En ik specifiek een focus op Den Haag. Nou is dit jaar voor het eerst eigenlijk wetenschappelijk onderzoek gedaan. Andere jaren is het al gemonitord. Waar zit dat verschil in? Het verschil zit dat we dit jaar voor het eerst een gevalideerde vragenlijst hebben gebruikt. Die heel systematisch tot stand is gekomen. Waarbij we eigenlijk ook meten wat we willen meten. En dat is het enige verschil eigenlijk met het afgelopen jaar. Het onderzoek is heel breed. Bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is een vragenlijst. Zullen we daar eens even naar kijken? Graag. En kun je misschien vertellen hoe jullie die vragenlijst hebben samengesteld? De vragenlijst bestaat uit 23 vragen. Rondom de 8 klassieke thema's van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die over seniorvriendelijke steden gaan. Onder andere huisvesting, ik heb het al genoemd. Het transport, communicatie, informatie. Met de 9e domein, namelijk financiën. Oh. En dat bestond nog niet. En die vragenlijst is eigenlijk tot stand gekomen doordat we met experts samen hebben gezeten. Een hele hoop vragen hebben gemaakt, hebben voorgelegd aan heel veel andere experts. En ook senioren, beleidsmakers. En uiteindelijk schrap je dan een hoop vragen en kom je met deze 23 vragen tot een eindconclusie. Dat is tot een vragenlijst. Ja. Wat gek eigenlijk, want je zegt van financiën zat daar helemaal niet bij. Dat zit daar nu voor. Terwijl je eigenlijk denkt van financiën is de basis van alles. Want dat bepaalt ook
hoe mensen kunnen wonen, waar mensen gebruik van kunnen maken. Dat is toch een belangrijk deel van hoe mensen zich voelen in het leven, toch? Ja, ik denk dat in de oorspronkelijke vragenlijst financiën verstopt zat in die andere items. Okay. Maar onze experts en de senioren vonden hem zo belangrijk dat wij hem echt eruit hebben gelicht en als negende domein hebben genoemd. Kun je alles vragen aan deelnemers? Of zit daar een grens aan als het gaat bijvoorbeeld over privacy of doet dat er niet toe tijdens een onderzoek? Nou, vragen moeten punt 1 relevant zijn. En als je vooral de demografische kenmerken van ouderen gaat ondervragen, dan vind ik dat je sommige vragen maar gewoon in het privédomein moet laten. Die zoals? Moet je niet stellen. Ik vond in dit geval seksuele voorkeur niet heel erg belangrijk. Maar ook heeft hij bijvoorbeeld een stoma of bepaalde dieptevragen over iemands gezondheid. Ja, dat gaat mij niets aan, omdat het weinig relatie heeft, denk ik, met seniorvriendelijke stad. Oké, dus dan blijft het meer de vraag in het algemeen over gezondheid, ja, dan dat je op persoonlijke problemen. Ja. Van mensen ingaat. Ja. Waar bestond onderzoek nog meer uit? Want we hebben nu over de vragenlijst. Wat hebben jullie nog meer gedaan? Stadsateliers, onder leiding van Hulsebos Advies. Een ander onderdeel was de ouderenmonitor van de gemeente zelf. Meer het statistische onderzoek met allerlei interessante feiten en getallen. En dat hebben we allemaal samengenomen. En daar hebben we één rapport van gemaakt. Oké, nou, de onderzoeksresultaten ga je zo meteen presenteren. Ja. Voordat het zover is, heb ik nu, als het goed is, online contact met Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Meneer Geluk, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat u digitaal bij ons wil aanschuiven in dit gesprek. Directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wat doet de Vereniging Nederlandse Gemeenten? Wat is jullie taak? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de club van alle gemeenten. Dus wij behartigen de belangen van alle gemeenten. En we zijn ook een platform voor gemeenten om elkaar te helpen in nieuwe initiatieven. Om ervoor te zorgen dat gemeenten hun werk voor bewoners, voor inwoners goed kunnen doen. En dat vind ik het interessante van het werk van Joost van de Haagsoverschool. Dat het iets oplevert wat voor alle gemeenten interessant zou kunnen zijn. Ja, en wat doet de Vereniging Nederlandse Gemeenten op het thema prettig ouder worden? Best veel. Kijk, het is algemeen bekend natuurlijk dat een groeiend deel van onze bevolking ouder wordt. En het is wel heel belangrijk dat gemeenten nadenken over hoe je seniorvriendelijke gemeenten maakt. Wat wij daar praktisch in doen is dat wij gewoon met een grotere groep goed nadenken over hoe je wonen en zorg beter zou kunnen combineren. Dat ouderen langer thuis kunnen wonen, ook in hun eigen omgeving goede zorg beschikbaar hebben. Het is een ambitie van gemeenten dat aan het eind van dit jaar alle gemeenten daar ook een goede visie op hebben. Van goede gemeente voor ouderen kan zijn. Dat is eigenlijk de lijn. En ik vind het interessante van die vragenlijst, dat je, ik kom daar verder nog wel op in het gesprek, maar dat je een model hebt wat ook alle gemeenten in Nederland zou kunnen helpen om heel goed in kaart te brengen wat ouderen nu zelf willen en zien en hoe ze zelf hun eigen gemeente ervaren als het gaat om seniorvriendelijkheid. Ja, en waarom is het voor u vooral van belang dat senioren hier zelf een stem in hebben? Ik denk dat iedere oudere zelf wel nadenkt over je eigen toekomst. Hè, van hoe je nu je naar je leven kijkt en de komende jaren. En wat maakt dat je het goed naar je zin hebt in de gemeente waar je woont. En dat gaat dan om die hele praktische dingen. Ja, is je huis voldoende toegankelijk, dan kan je je goed bewegen door je eigen gemeente. Maar het gaat ook om gevoel. Word ik voldoende serieus genomen? Heb ik goed contact met andere generaties? Gemeenten kunnen daar een rol in spelen om in gesprek met ouderen zelf, hè, want dat is de kern, daar goede keuzes in te maken. En het zou heel mooi zijn in Nederland dat wat Den Haag nu doet, hè, met deze lijst, dat we gewoon een beeld krijgen van hoe seniorvriendelijk heel Nederland is en alle gemeenten in Nederland. Ik woon hier in een aanleunwoning van Respect en dat bevalt me uitstekend. Want in oktober 2019 heb ik een operatie aan mijn rechterknie gehad. Ik heb een hele nieuwe knie gekregen en ik kon gewoon hier blijven in mijn eigen huis, in mijn eigen bed slapen. Ik kreeg thuiszorg van Respect, het eten uit het restaurantje en het ging allemaal voortreffelijk. Ja, we hebben een levensloopbestendige woning. Daar hebben we deze woning eigenlijk op geselecteerd. Dat we hier tot onze dood kunnen blijven wonen. Ja, we hebben overigens alles is gelijkvloers en dat is ideaal met vloerverwarming. Alleen als we echt heel oud worden, dan wordt misschien die tuin weer iets lastiger. Maar om dan in Ypenburg iets te vinden is toch wel heel lastig.
Ik woon in Laak. Ik heb daar een benedenwoning, een eigen huis. En daar wil ik zo lang mogelijk blijven wonen. Maar ik denk dat daar voor in de toekomst wel wat aanpassingen nodig zijn. Ik woon hier fantastisch en wil hier niet weg. Ik kan hier met een rollator lopen. Ik kan eventueel nog in een rolstoel. Nee hoor, tussen 6 planken vertrek ik. We hebben in dit hofje hebben we met 8 gezinnen, zitten 2 gezinnen met kleine kinderen in. Nou, dat is geweldig. Dat je straat helemaal beschreven is met allemaal krijtjes en zo, dat is hartstikke leuk. En iedereen helpt elkaar en dat is ook heel mooi. Dit hele wijkje hier met 40 woningen, iedereen staat voor de ander klaar. Dat is gewoon heerlijk wonen. De woning is hypotheekvrij en er zit een overwaarde op. En die overwaarde zou ik graag voor die toepassingen voor in de toekomst willen gebruiken. En daar, ja, banken doen daar niet altijd, of die zijn daar niet soepel in. En ja, dat vind ik toch wel een probleem. En ik wil daar wel zo lang mogelijk blijven wonen. Ik denk dat het tijd is om eens te gaan kijken wat nou de uitkomsten en aanbevelingen waren van dat onderzoek. We hebben het al eerder over gehad. Den Haag is lid al sinds 2015. De Global Network for Age-Friendly Cities and Communities, oftewel het wereldwijde netwerk voor seniorvriendelijke steden. Je ziet ook een landkaartje met allerlei steden over de hele wereld. Wel met name in Europa en Noord-Amerika, maar toch. Meer dan 1000 steden in totaal die lid zijn van dit netwerk. En die krijgen vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie het advies om een 5-jarig traject in te gaan. Waarbij er eerst dan planvorming wordt gedaan. Dan worden die plannen toegepast in de praktijk. En na 3, 4, 5 jaar ga je die eens evalueren. En dat hebben we gedaan dit jaar op een andere manier. Dat hebben we gedaan met het kennisplatform. Dat is een kennisplatform Den Haag Senior Vriendelijke Stad. Dat is een platform met meerdere partijen. En samen zijn we aan de slag gegaan een jaar geleden met deze taak. Met als vraag eigenlijk van de gemeente: hoe seniorvriendelijk is Den Haag nu echt? En dat wilden we een keer anders aanpakken. Dus niet alleen met interviews, maar eigenlijk met een kwantitatieve manier van meten. En daarnaast was er ook de vraag om de gemeentelijke ouderenmonitor, dus het statistische onderzoeksdeel van de gemeente, te integreren in een totaalrapport. Waarbij we ook kwalitatief, dus met interviews, hebben gewerkt, namelijk de stadsateliers. En dat hebben we gezamenlijk gepresenteerd. En dat licht ik nu toe. Voor de enquête hebben we in totaal 393 deelnemers gehad. Merendeel vrouwen, maar dat is ook logisch, want er zijn nu eenmaal meer vrouwen die wat ouder zijn dan mannen. In verschillende leeftijdscategorieën. Dus de jong senioren 92 en dan de wat oudere senioren 182. Wonen al gemiddeld 52 jaar in Den Haag. Dus ook tamelijk honkvast, mag ik wel zeggen. 15% heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Nou, je kunt het hier zien. Het is een heel diverse sample. Best wel representatief. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Hebben we hiermee, met die 393, ook de mensen te pakken die representatief zijn voor alle ouderen in onze stad. Nou, die hebben we gevraagd om hun scores door te geven. En ik heb ze ook omgerekend naar cijfers. Er zit ook nog een kleurcode bij en dan zie je dat eigenlijk voor de totale stad, voor de totale gemeente, met name de huisvesting heel erg positief wordt gewaardeerd. Met 3 plusjes, omgerekend een 8,2. Dat praat wat makkelijker. Ja. Dat zaken als sociale participatie, respect en sociale inclusie, burgerschap, communicatie en informatie, allemaal mooie cijfers in de 7 scoren. Sociale en gezondheidsvoorzieningen net iets lager, maar nog steeds een mooie voldoende, 6,7. Een kleine dip, mag ik zeggen, in de buitenruimte en gebouwen, maar nog steeds een voldoende. En 6,5 is nog steeds afgerond een 7. En voor transport en financiën wel wat hoger. En dan zie je dat het totale oordeel een 7,2 is voor onze stad. Als je gaat kijken naar de losse stadsdelen, dat hebben we ook gedaan. We hebben er natuurlijk een aantal hier in Den Haag. Dan zie je ook daar subtiele verschillen. Het overall beeld, moet ik zeggen, is heel positief, want er zijn geen negatieve scores gevonden. Alles zit in het groen. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld Loosduinen wat sterker scoort. En dat er een aantal stadsdelen wat lager scoren op buitenruimte en gebouwen. Ja, ieder stadsdeel heeft eigenlijk een cijfer wat best wel mooi is. Ypenburg net wat minder. Maar ja, er moet ook altijd wat ruimte zijn voor verbetering. En dat zie je hier in dit schema terug. Daarnaast hebben we ook stadsateliers gedaan, dus de gesprekken. In ieder stadsdeel hebben we zo'n gesprek gehad met 50 ouderen. En daar hebben we met de methode Samenkracht gewerkt. Waarbij het ook gaat om een actiegerichte methode. Om inzicht te krijgen bij ouderen. Echt te kijken wat vinden zij belangrijk en wat kunnen ze daar samen aan doen. Alleen of met anderen. Om ook
actie en verandering in de praktijk te bewerkstelligen. Nou, wat zagen we daar met name? Dat het heel belangrijk is voor ouderen om rekening te houden met respect, met bij kunnen blijven, ook met digitale veranderingen. Het hebben van contacten met anderen, het gezond blijven, het waardig leven. Nou, veel open deuren, maar wel belangrijk om dat nogmaals te benadrukken. Vrij en onafhankelijk zijn, eenzaamheid voorkomen, zeker nu in tijden van corona, toch een heel belangrijk thema. En dan ook eigenlijk het ophalen, wat kunnen ouderen hier zelf aan doen? Dus ook wat kunnen ze zelf nog doen om een situatie te verbeteren, in plaats van altijd naar de gemeente te kijken voor hulp of naar een andere instantie. En wat we ook hebben opgehaald daar is dat informatie verstrekt zou kunnen worden via de huisarts of de wijkverpleegkundige, in plaats van alles via internet. Dat blijft toch een gevoelig onderwerp. En waar nog ruimte is voor verbetering is toch het thema wonen. Ook al scoren mensen hoog, hè, met een cijfer, zijn er toch nog bepaalde woonwensen die niet zijn ingevuld. Zie je ook dat er ten aanzien van vervoer nog wat verbeteringen mogelijk zijn. En de toegankelijkheid van gebouwen. En overal de zorgen rondom financiën. Maar ja, niet indexeren van pensioenen onder andere speelt daar een rol. Nou, als je dan af gaat ronden, het oordeel van de ouderen, een goede voldoende, een 7,2. Dus een mooi eerste rapportcijfer, zou ik willen zeggen. Mensen zijn met name tevreden over de eigen woning in het domein huisvesting. Openbare ruimte en publieke gebouwen, daar scoort Den Haag wat lager. Daar zou het nog, daar is nog ruimte voor verbetering. Maar we zien wel, als we gaan kijken naar de subgroepen, dat met name mensen die gebruik maken van een rollator of rolstoel, of die gebruik maken van de zorgdiensten, onder andere van de wet maatschappelijke ondersteuning, en mensen met wat minder financiële armslag, dat die wat minder tevreden zijn over Den Haag als seniorvriendelijke stad. Maar daar wil ik nog één nuance bij aantekenen, als het mag. De mensen die gebruik maken van de WMO-diensten zijn daar wel tevredener over dan andere groepen. Dus ja, een soort van ervaring leidt ook tot tevredenheid daar. Dus dat is toch een mooie nuance. Ja, intussen komt er een vraag binnen voor jou via de chat. Waren er verschillen tussen het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek? Dat vulde elkaar ontzettend goed aan. Wat we bij de ene onderdeel vonden, vonden we ook bij het ander. En we hadden natuurlijk ook nog het statistische rapport van de gemeente. En daar kwam bijna hetzelfde uit. Dus we hadden een drietrapsraket die allebei tot ongeveer dezelfde uitspraken leidde. Nou, we hebben nog een set met aanbevelingen. Die is ook voor iedereen straks terug te lezen. Maar hier zie je dus van alles terug. Hè. Dus meer ontmoeting tussen jong en oud. Vind ik zelf heel mooi, omdat ik in het onderwijs werk. Het betrekken van alle ouderen in onze stad bij beleidsvorming en bij actieplannen. Maar ook zaken als dat het buiten soms wat schoner mag zijn. En toch de voldoende bankjes op plekken waar mensen ook wandelen. Dus ja, voor ieder wat wils. En er zit van alles wat bij. Ja, ik zie bij sociale participatie zie ik staan snuffelplekken. Wat zijn snuffelplekken? Nou, dat kan van alles zijn. Dat kunnen van stageplekken zijn waar ouderen informatie kunnen ophalen. Of snuffelplekken buiten. Maar waar ze elkaar in ieder geval kunnen ontmoeten. Dat, de belangrijkste taak van de snuffelplek is echt ontmoeting. Ja. Betekenisvol bezig zijn. Ja. Tot slot nog even een vraag over het onderzoek wat je nu presenteert. Je doet dat onderzoek. Daar komen resultaten uit. Die aanbevelingen, komen die dan vooral uit de gesprekken die je voert met in de stadsateliers? Of trekken jullie daar zelf ook conclusies uit? Hoe zijn die aanbevelingen tot stand gekomen? Nou, die aanbevelingen die komen deels voort uit de hoogte van de rapportcijfers. En ook wat subgroepen daarop hebben gescoord. En anderzijds natuurlijk die verdiepende gesprekken. Want de kwalitatieve data, ja, woorden zeggen soms meer dan een cijfer in dit geval. Dus vooral uit die stadsgesprekken halen we dan de aanbeveling. Dankjewel voor al het werk wat je hebt gedaan. Want het is een klus geweest om dit onderzoek te doen, denk ik. Klopt, maar ik heb er ontzettend veel plezier aan gehad en dat scheelt. En er ligt nu een uniek rapport op tafel. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Een van de thema's is zorg en voorzieningen. En we hebben ook aan een aantal ouderen, of senioren moet ik zeggen, gevraagd wat zij daarvan vinden. Ik heb zelf helemaal geen hulp nodig, want ik kan alles zelf. Maar mijn buurvrouw sta ik bij als het nodig is. En ik doe voor de kerk ook nog hand- en spandiensten in de vorm van liturgieën rondbrengen. En eventueel een bezoekje brengen bij een feestelijke dag. Wij zijn ook nog wel vrijwilliger. Dat bedoel ik om anderen te helpen. Bijvoorbeeld zit het buurpreventieteam waar iedere week gelopen wordt door een groot aantal mensen. En daar bekijken we of de bestrating zo, of stoepen, of die veilig zijn. We hebben toevallig veel bruggen hier in de Waterwijk. En die bruggen die slijten het oppervlak, het anti-slip oppervlak, dat slijt. En op den duur wordt dat spiegelglad. En dat melden we dan bij de gemeente. En gelukkig hebben we hier een gemeente die daar goed op inspringt en mooi repareert.
Ik maak zelf geen gebruik van zorgvoorzieningen. Ik ben wel een vrijwilliger in het buurthuis. En waar ik mijn hart voor maak, dat is het logeerhuis in Laak. De bedoeling daarvan is dat mensen daar tijdelijk kunnen verblijven die eigenlijk uit het ziekenhuis daar te lang blijven liggen. Bij ons kunnen revalideren of in ieder geval verder opknappen en dan op een gegeven ogenblik weer veilig naar huis kunnen. Als ik een keer hulp nodig heb, Respect is vlakbij. Die schrijf ik, die mail ik en die staan meteen voor de deur. Ja, ik weet niet of ik over voldoende informatie beschik voor zorg en welzijn. Ja, we hebben het eigenlijk tot nog toe niet nodig gehad. Ja, dan verdiep je er wat minder in. Maar ik ken wel de weg hier in Ypenburg goed. Het Piet Vink Centrum, waar ook een informatiecentrum is. En we hebben nog internet, hè, dat is ook alles te vinden. Als ik informatie over zorg wil hebben, als ik dat eventueel in de toekomst nodig zou hebben, ja, ik kan mijn weg vinden op internet. Dus daar haal ik mijn informatie vandaan. Dat is niet voor alle mensen weggelegd. En er zijn heel veel mensen die hier laaggeletterd zijn. En ik denk dat dat wel op een andere manier opgelost zou moeten worden. We gaan verder praten over de uitkomsten en de aanbevelingen van het rapport. En bij mij aan tafel twee andere gasten. Mevrouw Parboedejal, de gemeente, maar ook u als wethouder, steken heel veel energie erin om Den Haag seniorvriendelijker te maken. Nu ligt een rapport, maar het is wel een doorgaand proces, hè? Ja, Den Haag is sinds 2017 een van de seniorvriendelijke, age-friendly cities van de wereld, kun je zeggen. En we zien ook in de afgelopen jaren dat er ook steeds meer mensen in Den Haag zich inzetten om te onderzoeken wat senioren, wat mensen hier nodig hebben, zodat ze fijner oud kunnen worden, kunnen leven, wonen, werken op een fijne manier. We hebben veel mensen boven de 65 jaar. En dat wordt in de komende 20 jaar alleen maar meer. En dan moet je er wel heel alert op zijn in zo'n grote, mooie stad. Mensen willen ook blijven wonen hier. Mensen willen ook blijven wonen, het liefst op een fijne plek, het liefst in hun woning, in hun wijken. Ja, dan moet je wel goed met elkaar weten wat mensen nodig hebben. Ik mag u eigenlijk ook wel feliciteren, hè? Want het is best uniek. Den Haag is de eerste stad. Ja. De gemeente heeft wel zwaar opdracht gegeven ook, dus u heeft een beetje om gevraagd. Maar wel de eerste stad die een wetenschappelijk onderzoek hiernaar gedaan heeft. Hoe belangrijk is het voor u dat dat wetenschappelijk gebeurt? Het is zeker bijzonder dat wij dan de eerste stad in de wereld zijn met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst om die seniorvriendelijkheid te meten. En als ik zie welke rol het kennisplatform speelt, hoe intensief je dan ook bij elkaar komt, middels die stadsateliers, maar ook alle andere partijen die tij en ontij aansluiten om mee te denken en hun bijdrage te leveren, maar ook de Stedelijke Ouderencommissie. Ja, doe het ook liever met de mensen die daar ervaring in hebben. De mensen die er wonen, mensen die weten wat ze willen, wat ze nodig hebben de komende tijd. Daar speelt dan de achterban van de Stedelijke Ouderencommissie een enorme rol. En iedereen was constant aan het denken over hoe pak je het huisvestingsvraagstuk op. Of zijn we alert genoeg dat mensen niet te lang eenzaam worden? Hoe gaan we om met valpreventie? Staat nu enorm op de agenda. Is er extra geld voor uitgetrokken om dat eigenlijk uit te rollen in diverse wijken? We hebben vorig jaar ook de nota toegankelijkheid gelanceerd in de stad. Er is extra geld voor uitgetrokken. Dus hoe blijven we dan de goede dingen doen? En vragen dan liever zelf aan de mensen, aan de senioren. Joost gaf zelf ook al aan, ga niet alleen naar de gemeente om te vragen van wat kan de overheid voor mij doen, maar ook wat kan ik zelf doen. En ik denk dat dat misschien ook wel goed is van die stadsateliers, die gesprekken, dat mensen zich ook bewuster worden van wat ze zelf nog kunnen doen, toch? Mensen die ouder worden, die willen ook het liefst heel veel nog zelfstandig kunnen doen. En juist vanuit die gedachtegoed komen de mooie acties, de mooie aanbevelingen. Maar dat is vanuit de kracht van wat kan ik nog zelf, wat wil ik nog heel lang zelf en wat heb ik daartoe nodig. Precies, en dat proberen jullie zo goed mogelijk te faciliteren. Ja. Maar mevrouw de wethouder, bij deze het eerste kwantitatieve rapport wereldwijd. Dankjewel. Alsjeblieft. Namens het kennisplatform aan u en aan de stad. Dankjewel. Dank jullie wel. Dank aan het kennisplatform Seniorvriendelijke Stad aan de Haagse Hogeschool, maar zeker ook het SOC,
alle partijen die hier aan hebben meegewerkt. Dus dank jullie allemaal en ik hoop dat we op deze fijne manier door blijven samenwerken om Den Haag mooier te houden, maar vooral beter te maken voor ook al onze lieve mensen en lieve senioren in deze stad. Misschien een overbodige vraag, maar het is altijd wel even fijn. Wat doet de SOC precies? Nou, de wethouder heeft al gezegd, wij geven gevraagd, maar ook ongevraagd advies. En in dit geval kun je dus kijken van, wij hebben nu een prachtig rapport. We hebben al in kunnen snuffelen, dus wij weten al een klein beetje wat erin staat. U heeft op basis van het onderzoek een advies geschreven, ja, als SOC zijnde. Kunt u dat samenvatten? Die 8 domeinen zijn voor ons alle even relevant. En financiën zeker wordt dat ook in meegenomen, maar dat merkten we zelf al. Maar met name, we zeggen van sociale participatie, wonen en gezondheid. Dat kunnen wij, daar merken we, dat zijn voor ons de speerpunten, de eerste aandachtspunten waar wij ons op concentreren. De andere aanbevelingen, de andere thema's komen vanzelf vanuit die achterban aan de orde. Dus we hebben ons nu geconcentreerd op voorlopige adviezen betreft wonen en op gezondheid. Ja, welke adviezen staan er onder andere in? Er zijn heel veel voorzieningen, ook gebrek aan woon, maar welke mogelijkheden zijn er in de stad? En dan zeggen we, misschien moeten we wat actiever communiceren vanuit de stad, vanuit de gemeente, eventueel met de behulp van de Stedelijke Oudercommissie. Bijvoorbeeld, je zou een week van wonen of voor wonen kunnen doen, gericht op ouderen. En zeggen van, en dan ook heel actief. Dus niet zeggen van, we hebben de folders liggen, maar met me klaar. dat zou heel makkelijk zijn. Ja, nee, maar die zijn er over het algemeen wel. En ook de goed bedoelde in de Service XL-punten bij de woningcorporaties. Maar er moet iets extra's komen. Waarmee op dat moment mensen zeggen, in die week niet alleen voor de ouderen zelf, maar ook voor hun kinderen en omgeving. En bij gezondheid denken we met name aan. Nou, Joost heeft al het snuffelpunt. Maar gewoon heel simpele plekjes. Of het nou een bankje is, of bij de winkel een koffiehoekje. Toilet. Toiletten. Dus, dat is heel belangrijk. Dat is een van onze volgende punten. Zeg, van, hoe kun je op eenvoudige manier toiletvoorzieningen creëren? U mag uw adviezen ook overhandigen aan de wethouder. Er wordt van alles overhandigd. Ja. Het lijkt wel of u jarig bent. Maar u moet flink aan de slag. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar nu even het feestelijke moment. Ja. Nee, maar we hebben het in ieder geval een tweetal wat uitvoeriger dan wat in dit. Maar we hebben ook met name aangesloten bij de suggesties en signaleringen die uit het rapport komen. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Want het zijn voor ons ook weer de beginpunten voor gesprekken met onze achterban om die andere thema's ook verder uit te werken. Hartstikke goed. Want uitwerken is nog voor ons ook de komende 5 jaar. Dit is pas het begin natuurlijk. Dit is pas het begin. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Onze eerste 2 voorlopige adviezen voor dit jaar. Een heel verhaal met inderdaad belangrijke adviezen. Maar ik herken ook wel, als ik meneer Van Capelle-Veense hoor, onderwerp uit uw actieprogramma. Zeker. Wonen in je wijk, gezond en veerkrachtig, meedoen en leefplezier. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die daarop aansluiten. Ja. Dat is zeker zo. Daar gaan we de komende tijd ook echt op inzetten. Dus de adviezen, de voorlopige adviezen, maar zeker ook de aanbevelingen uit dit mooie rapport, die ga ik goed op nalezen. En ook goed kijken waar het ons helpt om precies de goede dingen te doen de komende jaren. Toegankelijk maken van gebouwen is echt wel een constante punt van aandacht. Dus die nota ligt er. We hebben daar extra geld voor uitgetrokken. Er komt ook geld beschikbaar voor, let op wat ik ga zeggen, ondernemers. Zodat ze hun ingangen, hun doorgangen toegankelijker kunnen maken. Zodat mensen in onze stadsdelen, Loosduinen, noem het maar op, lekker met hun rolstoel, rollator, makkelijk kunnen gaan voor straks een kop koffie of een drankje. Als het allemaal weer mag, als we van het slot af zijn. Het ligt er allemaal. Het actieprogramma, het wetenschappelijk onderzoek, de adviezen van de SOC. U kunt aan de slag. Ik ga zeker aan de slag. We zijn al aan de slag. Zeker, ja. En het mooie is dat we de lat steeds hoger leggen voor onszelf, maar ook voor de Haagse Hogeschool en voor het kennisplatform. Ja. Want elk advies en elke aanbeveling die hieruit komt, dat nemen we dan weer mee. En dan gaan we weer een nieuwe set onderzoeksvragen meegeven aan onze lector en aan het kennisplatform. Want zo werkt het dan wel. En dat is een hele mooie dat we dat kunnen doen. Want we zien ook dat dat wat oplevert. Dat we daar met z'n allen de juiste toon hebben nu. En dat
ja, ik zou zeggen, dat veredelt alleen maar het mooie wat we al hebben in deze stad. Ja.